De website Zo doen we dat in OS, die is opgestart door wethouder René Peters, krijgt mogelijk landelijke navolging. Momenteel onderzoekt Homo Belangenvereniging COC de mogelijkheden hiervoor. De website is bedoeld om de acceptatie van homo's en lesbiennes in de maatschappij te vergroten. Vijftig meer en minder bekende ossenaren maken daarvoor op de site een statement. Partijen in Den Bos en Zalbommel zijn inmiddels ook bezig om daar een soortgelijke website van de grond te krijgen. Wethouder René Peters zegt erg blij te zijn met de grote respons op zijn initiatief. Hij denkt in de loop van deze week duidelijkheid te krijgen of het project inderdaad wordt uitgebreid naar landelijk niveau.